Als je meer dan 4 uur achter elkaar gaat hardlopen, dan moet je natuurlijk ook wat eten. En dan is dit niet ideaal. Bitte schön. En daarom gebruiken veel hardlopers dit soort dingen. Repen, jelletjes, winegums, noem maar op, om die 42 kilometer door te komen. Sportdiëtist Vera Wissen schreef het boek Eet als een atleet. Met eigenlijk alles erin wat je vooral wel moet eten als hardloper zijnde. Nou, je wil natuurlijk voldoende brandstof hebben. Dus koolhydraten zijn heel belangrijk. Maar misschien het belangrijkste is om vooral niet gekke dingen te gaan doen. Dingen in je voeding veranderen die je plotseling anders zou moeten gaan doen. Er zou wel een paar kilo af kunnen hier. Is dat verstandig zo'n tijdje voor vlak voor de marathon? Nou, absoluut, want gewicht is natuurlijk belasting. Dus als je wat minder kilo's mee kan slepen, zeker als het ook wat heuvel op heuvel af gaat, dan is dat natuurlijk gunstig. Onder die 4 uur, wat kan ik dan eten? Bruine boterham of alleen maar van die jelletjes? Bruine boterham is niet zo heel handig. Jelletjes is voor hardlopen zeg maar wel in die zin het meest ideaal om je brandstof binnen te krijgen, los van dranken. In feite zou het zo moeten zijn dat er rond de 60, tussen de 60 en 90 gram koolhydraten per uur dat je aan het hardlopen bent, dat zou eigenlijk ideaal zijn. Is er nou nog een geheime tip waarvan je zegt van nou, als je dat doet, dan komt het helemaal goed? Inderdaad, gewoon goede planning maken vooraf. Wanneer neem je wat? En daar ook echt aan het plan houden. En ook niet onderweg denken, ik moet nog meer koolhydraten, dan ga je vaak de mist in.